Goedemorgen, het is vroeg. Jullie was 6:15 wakker. Ik heb een tip voor jullie. Ik zit krentenbolletje te eten. Die heb ik gisteren op de markt gekocht, lekker vers. Maar een tijdje terug had ik dus krentenbollen besteld bij boodschappen. En ik had per ongeluk 2 pakken besteld. Toen heb ik er 1 in de vriezer gegooid. Nou, echt best wel een tijdje niet eruit gehaald. Want ja, het is niet dat we heel vaak krentenbollen eten. En toen, wanneer was het? Een paar dagen geleden. Toen zei Gregor van, we hadden even niks als ontbijt. Zei, anders pak ik die krentenbol uit de vriezer. Had hij die opgewarmd, ontdooid. Lekker joh, ze waren een beetje crunchy geworden. Ja, we waren alle drie echt helemaal van zo, dit is echt bizar lekker. Dus dat is een tip, gooi krentenbol uit de vriezer. En dan op een gegeven moment opwarmen, zodat ze een soort van crunchy laagje krijgen. Deze puzzels van Bing, groot succes. Ze heeft gewoon alle stukjes los in de doos. En dan maakt ze die puzzels zo. Ik vind dat zo knap. En het is gewoon echt, is echt mooi. Tip voor anderen. Geen idee. Die heeft ze voor Sinterklaas gekregen. Dus ik weet even niet waarvan. Maar oh, succes. Kijk door, schat. Ja, en erop lopen. Hap, hap. Oh, kijk. Jouw keuken, die gaan we zeker opruimen. Want het is echt complete chaos wat hier gebeurt. Heet? Ja. En je hebt er ook op dat hete bakplaat gezet. Dat is heet. Is die heet? Ja. Oh. Zeker heet. Alright. De keuken is opgeruimd. Dit moet allemaal een andere ding toe. Maar ik zal even een tour doen. Hier liggen de koekjes. Hier liggen de ijsjes. Dit is de oven/magnetron. Eerst deden we hier dingen in, maar daar wordt echt in gebakken en zo. Dit is wat er hangt. Dit is er honing, decokaarsje. En dan hebben we hier zoetigheden. Kijk, taartje, jelly taart zoals we hem noemen, tompoes. Dan hebben we hier groenten en fruit en zo. Ik heb een lekker banaantjes gehad. En dan hebben we hier pannetjes en zo. Hier bakspullen en tools. En hier de burger set. Zo. Tadaa. Inmiddels heb ik al het speelgoed dat ik onhanden ga nemen. Ja. Cheers. Right, Mila en ik zitten hier te chillen in mijn kamer. Ik heb gedoucht. Ik baal zo hard dat deze dit heeft. Ik baal hier erg van. Ik wilde het echt customizen, maar kan nog steeds, maar het is gewoon zo stom. Gregor zei ook net. Wat is dat voor trui? Hij vindt hem niet mooi. Ik vind hem wel leuk. Kijk, hij is wel een beetje groot, maar I mean. Kijk, zo. Is het te groot? We hebben zo'n ornamentje gekocht van Starbs. Hoe leuk. 3 bakken. Kleine speeltjes. Grote, dit en dit. Ik heb nog van die plastic bakjes. Ik dacht misschien moet ik dit per categorie onderverdelen in die bakjes. Maar then again, het heeft geen zin. Ja, of autootjes in een bakje. Wacht, even kijken hoe ver ik kom. Oké, Mia ligt op bed en wij kunnen aan de slag. Want op dagen dat zij thuis is, proberen we natuurlijk zoveel mogelijk met haar te doen. Soms lukt het om gewoon echt leuks te gaan doen. Soms is het dat we gewoon tussendoor dingen aan het editen zijn en zo. En gewoon zover. Maar als ze slaapt, dan is het pam, 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 go, go, go. Gelukkig slaapt ze ook lekker lang, dus dat scheelt. Ze slaapt nu van... Fles van koffie. Mijn koffie is op. Oh, jeetje. Ja, van 1 tot 3 slaapt ze nu. Dus dat is echt wel 2 volle uren. Dat is wel fijn. Ah. Wij zijn even met die kerstdingen. Ik heb al jullie comments gelezen over het vloggen en editen en alles. Maar kijk... Ik zou wanneer we al gaan. Nee. Ja, heel snel al. Kijk... Dit is wanneer we vliegen. Dat betekent dat we tot en met deze gaan editen. Mm-hmm. Die komt hier online. Oh. Ja. Maar dat betekent dus dat als je naar kerst kijkt. Kerst valt op, kijk hoor, zondag. Ja, zondag en maandag. Ja, maar daar is zondag. Laten ja, oké, maar wij hebben maandag ook nog, toch? Ja, maar gaan wij tweede kerst al naar vieren? Dat denk ik niet, toch? Dat denk ik wel. Met ze, gewoon met ons. Ongezellig is het. Ja. Nou ja, het is tot en met hier ongeveer zit nog van. Maar ik denk dat zeg maar die... Komt dan hier. En dan is het wel een beetje klaar. En dan denk ik dat we inderdaad na de 26e, dat we dat pas gaan uploaden in januari. Het is wel kerst, hè? Weet je, kerst misschien ja, nog doen? Ja, ik vind het ook lastig. En misschien vanaf hier niet? Wanneer vliegt familie, die dag? Ja. Oh, we zouden tot en met hier. Zijn 3 dagen. Tot en met hier. Kijk, technically hebben we tot en met die dag om de vlogs te editen. Ja. Veel zeiden trouwens, kan je niet iemand vragen die het voor jullie edit? En dan dat je er naartoe... Nou, heel veel die vroegen bijvoorbeeld meevliegen of dat soort dingen. Wat natuurlijk een heel leuk idee is. Maar ja.
Het zijn natuurlijk ook de feestdagen. Ik bedoel, maar dat vind ik dus ook van iemand anders het laten editen. Elke dag doen wij het. Hè? Daar kiezen we zelf voor. Maar ik ga niet iemand op kerst en alles dat laten doen. Plus, ja, dat. Heel realistisch. De bestanden waar wij mee werken. In Nederland is het al bijna niet te doen. Dan zou je dus heel veel gig moeten sturen. Zij moeten dat editen. Ze moeten het naar ons sturen. Wij moeten het nog extra checken en eventueel editen. Ja. En het sturen, heen sturen, downloaden, uploaden. Red je niet in 24 uur. Of althans. Nou ja. Tuurlijk wel. Ja, maar niet met Amerika vlogs? Nee, soms duurt het echt een uur of uren. Uren. Dus laten we zeggen, als het echt een vlog is van... Het editor ook nog eens erbij? Nee, we gaan het niet redden. We gaan dat niet redden elke dag. Kijk, als we een weekvlog hadden, dan zou het kunnen. Maar een dagelijks vlog is het gewoon het snelst als je het doet op locatie. Daarom laten we bijvoorbeeld Avisa hierin komen om te editen. Zij kan gewoon op onze laptop... Ja. Vlogs editen en dan doen wij het na. Over het algemeen kunnen we dan zelf wel weer aanpassen als iets niet helemaal oké is. Want het zit ook in onze Final Cut. Want dan, zij edit op deze laptop. Wij editen het eventueel na nog een dingetje. Ik doe vaak bijvoorbeeld muziekjes erbij, dat soort dingen. Ik bedoel zelfs dan zouden ze het naar ons sturen. En misschien is er wel een hele grote aanpassing die we dan weer door iemand zouden laten doen. Dan zou je het weer terug moeten sturen en dan weer... Het is echt, het klinkt heel makkelijk, zeg maar. Het klinkt heel erg heen, maar dat doe je toch wel. Maar het is vooral technisch een complex dingetje. En als je internet niet heel snel is, overigens ons internet in ons huis best wel goed. Maar we hebben echt bijvoorbeeld in Airbnb verschrikkelijk internet gehad. Ben je echt niet blij, moest je 12 uur lang een vlog uploaden. Nou, dan ben je niet blij. Dat zou betekenen dat je er waarschijnlijk 12 uur voor doet om een bestand te sturen. 12 uur om hem terug te krijgen, te downloaden en 12 uur uploaden. Nou, klaar, dat is wel meer dan 24 uur. Dus praktisch gezien... Hele lange uitleg voor beter op locatie doen. Maar ik denk dat we tot en met... Ik denk dat we gewoon wel dan moeten gaan editen. Maar elke dag bedoel je? Ja, tot aan hier. Tot aan de 31ste. Tot of tot en met? Tot en met. Dus dat we de 31 december, dus oud en nieuw, dat we die... Op 1 januari? Nee, niet op 1 januari. Het gaat gewoon een week later. Ja, dat we hem editen op 1 januari doe je. Maar als we daar naar Disney gaan, dan wordt het al... Dat is waar ook. Dat wilden we misschien doen op 1. Ja, maar ja, het is wat het is. Elke dag dat we naar Disney gaan... Laten we ook editen die avond, dus... Ja. Ik neig daar nu naar... En dat we daarna even een hiatus nemen. Dit is allemaal onder voorbehoud. Als jullie merken dat er niks online komt, dan weet je dat we het... We waren iets te... Hoe noem je dat ook alweer? Dat we te voorbarig waren met... Oh, dat doen we wel even. Maar eigenlijk... Niet positief, maar dat we... Dat doen we wel. Zo, ja, we praten nu. We gaan tijdens kerst editen, weet ik wat. Maar... Ja. Weet je wat er binnen is gekomen? Iets dat ik heb besteld, namelijk... Deze O-ring, gewoon zelf gekocht. Maar dit is dus zo'n ring die dus van alles meet. Ja, ik heb de Apple Watch, maar blijkbaar gaat ze heel goed samen. Mila zit even in de keuken te spelen. Kijk, hoe is daar bezig? Ik had het dus gezien bij een vriend van ons die hier was. En die meet dus vooral goed je slaap. Ik doe deze altijd uit als ik ga slapen. Dus ik ben heel benieuwd. Hij is wel heel chunky. Hij moet eigenlijk het liefst om je wijsvinger. Ja, het is wel een chunky ding. Oh, hier kan je hem op opladen. Ik moet de app eigenlijk nog downloaden. Maar dan kan hij dus als het goed is ook helemaal aangeven van hoeveel energie je hebt, wanneer je moet slapen, hoe je lijf eraan toe is. Vooral heel erg gericht op slapen. En ik ben een beetje geobsedeerd door wat bij mij dus nooit helemaal goed gaat slapen. Hoe zit dit? Denk wat? Oké. Ik ben heel benieuwd. Ze zeggen wijsvinger of middel of ring, maar het liefst wijs. Dus ik denk dat ik hem hier gewoon ga dragen. En het duurt 2 weken voordat hij je lijf door heeft. Wat jouw schema is en zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe, wat, waar. Hey schat. Wat heb je? Worteltjes. Nou, app downloaden dan maar. Weet je hoe we die het makkelijkst openen? Door dit dingetje zo in te drukken. Zo. Dan pop je maar zo uit. En dan gaan we de rest snijden. Doe maar. Gaan we erin drukken zo. Met je vingers. Met je duim ook. Ja hoor. Gehakt.
gehakt. Gehakt. Gehakt. We hebben kaasjes, we hebben gehakt, we hebben paprika. We hebben een rode ui hier met balsamico. En ananas, of course. En we gaan pizza's maken. Oh ja, pizza saus dan. En van die bloemkoolbodems. Nee. Nou, Miller pizza zit erin inmiddels. En mevrouw heeft de paprika's gesneden, het gehakt gedaan. De rode ui. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze alles heeft gedaan. Wel met wat hulp natuurlijk. Maar goed gedaan hoor. Mila pizza. Mama pizza. Lijkt wel een soort slagveld, maar hey. Oh, ik vergeet gewoon helemaal de rucola erop te doen. Het is met rucola. Ja, Mila heeft paprika gesneden, ui gesneden, met hulp natuurlijk. Gehakt gedaan, beetje gebakken erin, aangebakken. Ja. Pizza's bedekt met saus, met kaas, met alles. Volgens mij ben ik vergeten jouw pizza te filmen. Oh. Hij heeft gewoon heel veel kaas. Dat was heel lekker. Mochten jullie je afvragen of dit tafeltje veel gebruikt wordt? Ja. Als je regelmatig dan net als nu en wil ze tekenen, zet het tafeltje neer. Gaat ze dan zitten, tekenen, stickeren, dat soort dingen. Oh my god. We hebben Mila net op bed gelegd. En ze roept altijd nog een paar keer. Ik wil water. Iets anders, whatever. Weet je hoe ze me nu om haar vinger heeft gevonden? Ik ging naar beneden van, schat, je moet echt gaan slapen. Dit dat. Mama. Pakte ze mijn haar vast, ging ze mijn hoofd zo... Dus ik zeg, zal ik me even omdraaien? Heb ik een zeer uitgebreide... Weet je wel, dat ze met die handjes zo gaan doen? Zo. Van mijn haar masseren. Ze dus ging mijn haar goed opnieuw doen en zo. Ja, zo. Ja. Het was zo cute. Ik moest het afkappen. Zeg maar nog een keer. En toen zette jij bij mij. Toen dacht ik, nou oké. Okay, ze had echt al 5 volle minuten. Toen ik bij haar en toen daarna is ze gaan liggen. Oké guys, ik ga de vlog afsluiten. Ik ga mijn gezicht doen. Tanden poetsen. Wat rustig. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.